Goedenavond, welkom bij een nieuwe aflevering van het Online Supporters Café. Straks is bij mij te gast James Evmorfidis. Onze Griekse vleugelaanvaller maakte deze week bekend dat hij zijn contract bij de club niet verlengt. Maar hij is hier vanavond wel aanwezig om terug te blikken op de afgelopen mooie jaren. Ook hoofdtrainer Ole Tobias schuift aan. Hij komt meer vertellen over de voorbereiding op het nieuwe seizoen. En we hebben een bijzondere contractverlenging. Maar we beginnen deze uitzending met marketingmanager Perry Hendricks. Onder meer over de seizoenkaartcampagne en, ja, dat vind ik zelf een hele leuke. De stem van het Janmarstadion kunnen we hem toch wel noemen. Tim de Vries, onze stadionspeaker. Dankjewel. Welkom mannen, we gaan het er zo meteen uitgebreid over hebben. Maar we starten deze uitzending met de seizoenkaartcampagne. Project 4501. Getallen waar we eigenlijk de hele week al mee overspoeld worden. Dromen jullie er al over, mannen? Ja, ik persoonlijk wel. Maar dat heeft er ook mee te maken dat elke keer dat je een campagne lanceert, dan hoop je gewoon dat het een goede campagne is en dat die aanslaat. Dus ik kan niet ontkennen dat ik de afgelopen 14 dagen regelmatig op F5 heb gedrukt om te kijken of daar seizoenkaarten bij komen in grote getalen. Ja. Ja, en af en toe gooit Tim er wat tussendoor voor de sponsoren, dus dan zie je die berg opeens weer omhoog schieten. Ja, en dan vraag ik van joh, waar komt dat vandaan en hoe zit dat precies? Je bent er ook best actief mee bezig, toch Tim? Absoluut, absoluut. Ik vanaf moment 1 dat de campagne gelanceerd is, ben ik er onwijs bij betrokken, vind ik zelf. Ik vind het een super gaaf concept bedacht door onder andere Perry en John natuurlijk. En dit kan niet anders dan dat dit een groot succes gaat worden, denk ik. En overigens heeft Tim ook een klein beetje een alibi om goed mee te doen. Want we hebben degene die het meest deelt op social media, die hebben eigenlijk beloofd dat hij een flinke fles sterke drank krijgt van mij. Dus Tim, die loopt voorop. Zeker. Ik kan niet ontkennen dat dat een van de beweegredenen is inderdaad. Dat ik flink actief op mijn eigen social media account ook de actie gewoon flink aan het pushen ben. Ja. Ja, die flesdrank die zal vast goed besteed zijn in coronatijd. De hamvraag denk ik die bij heel veel supporters leeft en die ik nu ook aan jou ga voorleggen, Perry, is: wat is de huidige stand van zaken? Hoe staan we ervoor? Nou, we staan ongeveer nu op 900 verlengingen. Daar zit de business nog niet bij. Dus ik heb nog even met Tim gecheckt van joh, hoeveel verlengingen kunnen we daar nog verwachten? Nou, dat zullen er ongeveer 240 zijn. En die voegen wij toe op 1 juni. Dus nog geen paniek daar. En we hebben een wachtlijst moeten aanleggen. Dat is op zich wel een leuk succesverhaal. Dat we de eerste dag van de campagne merkten dat er heel veel mensen zonder seizoenkaart vorig jaar probeerden een nieuwe seizoenkaart te bestellen. En toen hebben we eigenlijk binnen na 8 uur met behulp van partners een wachtlijst weten te creëren. En daar staan nu iets minder dan 800 mensen op. Dus hopelijk, zoals het project er nu uit gaat zien, is dat we 31 mei de laatste verlengers binnen proberen te hengelen. En dat dan op 1 juni de mensen die op de wachtlijst staan de eerste kans krijgen om een seizoenkaart te kopen. Ja, en hopelijk zitten we dan eind tweede Pinksterdag al op een kleine 2000 verlengingen. Hoop ik stiekem. Om het een beetje in perspectief te plaatsen. Als we kijken naar het afgelopen seizoen, hoeveel seizoenkaarthouders hadden we toen uiteindelijk in totaal? Uiteindelijk zaten we vorig seizoen op 1180. En dat is dus inclusief de halve seizoenkaarten. En als je echt naar 2 jaar geleden kijkt, toen zaten we op dit moment zaten we volgens mij op 150 seizoenkaarten. Dus we hebben het echt over een explosieve groei van mensen die volgend jaar erbij willen zijn. Is dat ook eigenlijk de hele gedachte geweest, ook achter deze campagne, dat het natuurlijk, het is natuurlijk ter compensatie ook van de coronatijd, maar ook juist om al die nieuwe mensen te binden? Ja, want eigenlijk hebben wij in die coronatijd gekeken van, weet je, hoe kunnen we hier positief uitkomen? Nou, we hebben daar verschillende brainstorms over gehad, daar was je bij. Ja. Bijzonder inspirerende brainstorms. En eigenlijk hadden we meteen daarna al het gevoel van, joh, dit is de weg die we in moeten slaan. Omdat dit tijdens deze crisis eigenlijk ons de mogelijkheid geeft om dat stadion goed te vullen. En als je dan kijkt naar de eerste reacties, waarbij ook de landelijke media aandacht heeft besteed aan project 4501. Ja, en met wat er nog gaat komen, want er zijn nog mediaverzoeken die in de wachtrij staan. Ja, dan kunnen we wel zeggen dat we een succesvolle actie hebben gelanceerd. Ja, want je geeft nu net zelf aan van dat het is ontstaan eigenlijk het idee uit een brainstorm sessie. Maar het is natuurlijk zo op dit moment dat heel veel clubs worstelen met de seizoenkaartcampagne. Ten meer natuurlijk vanwege dat niet bekend is nog hoeveel wedstrijden met publiek gespeeld kunnen worden. Maar hoe is concreet echt dit idee ontstaan? Van een seizoenkaart voor 45 euro en 1 cent, ongeacht waar je zit.
Nou ja, dat is ook een lang verhaal eigenlijk. Want op een gegeven moment, wij waren bezig met, joh, moeten we compensatie bieden? Wat moeten we doen met mensen die de laatste vijf wedstrijden niet mee hebben kunnen maken? En dan gaandeweg dat hele traject hadden we verschillende scenario's eigenlijk besproken. En toen zei John eigenlijk in combinatie met Dirk van der Pol van, joh, moeten we niet gewoon één prijs hanteren? Nou, toen ben ik naar de rekenkamer gegaan en verschillende scenario's eigenlijk uitgewerkt. En wij zaten eerst eigenlijk veel hoger in de boom. Want we zaten eerst te denken aan 75 euro, omdat Almere in 1975 de eerste paal sloeg. Maar gaandeweg dat traject waren we eigenlijk in de brainstorm terechtgekomen van, joh, Almere bestaat 45 jaar. Het stadion kent 4501 plekken. Waarom kunnen we niet onderzoeken of 45 euro en 1 cent een goed bedrag is? Eigenlijk nog een dubbele symboliek zelfs met de stad. Ook. Zeker. Dat komt later in de campagne natuurlijk nog terug. Want we hopen hier natuurlijk ook de gemeente verderop aan te haken. Nou, en als je dan dat doorrekent, die 4501, dan betekent dat eigenlijk dat je, ja, al is dus de actie maar 75% succesvol. We gaan natuurlijk voor 100%, maar al zou je 75% succesvol zijn, dan zit je eigenlijk al aan de targets die je voor jezelf gesteld hebt qua inkomsten. Dus ja, we hebben toen eigenlijk meteen op de knop gedrukt en gezegd, dit moet hem worden. Ja, het is dus uitstaan uit het feit dat een aantal mensen de koppen bij elkaar hebben gestoken. Daarna wordt zo'n idee ook een beetje natuurlijk binnen de club gepitcht. Dus onder meer ook dan langs jou gegaan, Tim. Van, wat, ja, vinden jullie als medewerkers ervan? Ja. Wat vond jij ervan en hoe had jij het idee dat de rest van de clubmedewerkers reageerde op dit plan? Nou, naar mijn idee, en in ieder geval als ik voor mezelf mag spreken, was ik direct enthousiast. Toen ik dat plan ten gehore kreeg. En wat ik ook overigens heel belangrijk vind om te vermelden is dat deze actie ook mede mogelijk is, omdat we op dit moment een ontzettend loyale businessclub hebben. Ik zit hier op dit moment natuurlijk in mijn hoedanigheid als stadionspeaker, maar ik ben door de week ook gewoon commercieel medewerker voor de club. Ja. En door die loyale businessclub, die eigenlijk nagenoeg 100% van de businessclubleden op dit moment al heeft gezegd van, joh, ik ben er volgend seizoen ook bij, no matter what. Daardoor is zo'n actie natuurlijk ook mogelijk. Dus alle facetten kwamen bijeen, alle eindjes kwamen bijeen. En daardoor hebben we nu deze prachtige actie voor onze supporters kunnen realiseren. En om terug te komen op je vraag van hoe leefde de actie op kantoor. Nou, de actie was nog geen 5 seconden oud volgens mij. En er werd al geroepen, doe mij de 5 seizoenkaarten voor vrienden, ja, en familie. Doe mij de 3. Dus dat ging ook al gelijk goed. Dus ik denk dat het ook door het hele kantoorpersoneel breed gedragen wordt. En dat ook wel een factor moet zijn om deze actie tot een succes te laten maken. Ja. Ja, het is natuurlijk ook een uniek concept als je supporters grap hoort maken op social media van, het bier voor de rust is al duurder dan een seizoenkaart. Ja. Dat zegt ook iets over de supporters natuurlijk. Ja, als je goed doordrinkt, dan ben je het inderdaad voor de rust alweer kwijt aan bier inderdaad. Ja. Ja. Nu is het natuurlijk zo dat nog wel bij mensen de vraag kan leven van, maar wat nu als die coronacrisis echt lang aan gaat houden en we bijvoorbeeld echt in het worst case scenario een heel seizoen niet met publiek zouden kunnen spelen. Staat er dan nog wel iets tegenover die 45 euro en 1 cent? Ja, natuurlijk, want we willen als club dat die 45 euro en 1 cent, dat de best besteden 45 euro is die je ooit gedaan hebt. Dus wij gaan sowieso, los van de wedstrijden, een heel groot feest organiseren als er totaal geen wedstrijden met publiek plaats mogen vinden. Nou, en dat feest, dat wordt een soort Project X. Weet je, dat wordt een project aan zichzelf. Waarbij we grote artiesten naar het stadion halen en daar gewoon een groot feest van gaan maken. En wat we daarnaast gaan doen is om de mensen die er niet bij kunnen zijn, om het toch het gevoel te geven dat ze erbij zijn. En dat is eigenlijk door unieke content te bieden. Ja, nou vind ik het heel gek om die vraag te gaan stellen, aangezien ik er zelf heel nauw bij betrokken ben. Maar wat moet ik me daarbij voorstellen bij unieke content? Nou ja, ik heb zelf een verleden in Amerikaanse sporten. En wat in Amerikaanse sporten eigenlijk al goed gebruik is dat de camera achter de deuren bij de voetbalclub gaat filmen. En eigenlijk ervoor gaat zorgen dat je een inkijkje krijgt in hoe zo'n voetbalbedrijf nu eigenlijk werkt. Goed voorbeeld als mensen op YouTube zitten is Hard Knocks van de Amerikaanse NFL. Waarbij 6 weken lang het trainingskamp van een NFL-team wordt gevolgd.
Ja, en het lijkt mij uniek als wij als club daar de toon in kunnen zetten dit jaar. Ja. En toch de mensen die 45 euro betalen ook een uniek kijkje kunnen geven in wat er achter de deur allemaal gebeurt. Ik ben op aanraden van jou naar The Last Dance gaan kijken over Michael Jordan. Dat was ook ontzettend interessant om te zien. Ik kan me voorstellen als je dat inderdaad dan krijgt over de club waar je supporter van bent, dat nog eens extra leuk is natuurlijk om te volgen. Ja, en laat staan als je een goed seizoen draait. Ja. Weet je, want die mogelijkheid heb je natuurlijk altijd om met het eindproduct nog iets te doen. En als je dan promoveert naar de Eredivisie bijvoorbeeld, ja, dan heb je een mooie geschiedschrijving die voor de rest van de tijd mee kan. Ja. En waar iedereen graag naar kijkt, denk ik. Ik denk dat we aardig wat verteld hebben over die seizoenkaartcampagne, dat er ook het nodige al bekend is bij de supporters. Daarom wil ik ook eigenlijk eventjes op jou inzoomen, Perry. Je bent nu 2 jaar, als ik het goed heb, bij de club werkzaam als marketingmanager. Maar kan jij ons eens een keertje een beetje het beeld schetsen hoe jouw werk er voor die tijd heb uitgezien? Wat heb jij al gedaan in je carrière tot nu toe? Nou, zoals ik net aangaf, Amerikaanse sporten vooral. Tot 2007, toen vertrok het bedrijf waarvoor ik werkte, de Amerikaanse NFL, die vertrok uit Nederland. Toen heb ik een paar jaar lang een eigen PR-bureau gehad. Heel veel Amerikaanse merken en diensten. En toen in 2012. 2012 klopte NAC aan de deur. En NAC die had goede referenties van mij opgevraagd. En dat was eigenlijk mijn eerste entree in de Nederlandse voetballerij. En dat was eigenlijk met slag en stoot. Want ja, ik ben wat vergevorderder dan de meeste conservatieve marketeers. In die zin dat ik altijd het randje probeer op te zoeken. Ja, en dat is in de Nederlandse voetballerij was dat op dat moment heel gek. Dus ik zat na 2 weken volgens mij bij Johan Derksen, ging ik over de tong. Dus dat was wel even wennen. Alleen toen na 4 seizoenen NAC niet gepromoveerd naar de Eredivisie. En toen bij Utrecht gevraagd om daar de branding te komen doen. Dat 2 jaar gedaan. Die klus liep toen af. Dus de branding neergezet vanuit het hart. Dat is de campagne die ze nu nog hebben. Dus dat is wel fijn om te weten dat ze niet meteen het kindje met het waswater hebben weggegooid. En toen eigenlijk met John Bes in gesprek geraakt over de mogelijkheden bij Almere City. Hoe anders is dat als je zo'n stap maakt vanuit clubs als NAC, Utrecht, echte volksclubs toch ook wel. En je gaat dan naar een club die op dat moment, en nu trouwens nog steeds in de keukenkampioendivisie speelt, een relatief kleinere club. Hoe is dat schakelen als marketingmanager in die wereld? Nou ja, qua schaalgrootte valt dat mee. Weet je, omdat in principe is elke voetbalclub wat dat betreft hetzelfde. Wat de zaken anders maakt bij Almere City is natuurlijk dat we hier 15 jaar geschiedenis hebben. Bij NAC en bij Utrecht is dat respectievelijk 105 en 50 jaar. Maar wat je daar als marketeer heel vaak hoort is van ja, dit kunnen we niet doen of dit mogen we niet doen of dat hebben we al eens geprobeerd en dat willen we niet. Waardoor je eigenlijk heel in hokjes moet gaan denken. Omdat voornamelijk veiligheid bepaalt wat je wel en niet kan. En dat vond ik het mooie aan het verhaal van John. Want John gaf eigenlijk aan van ja, we zijn een club die zijn eigen identiteit nog aan het maken is. En ik heb daar bepaalde ideeën over en kun je daar eens naar kijken om daar ja, je mening over te geven en daar een deel te nemen. En dat, ik zie het zo voor me dat je over 50 jaar een mooi boek hebt over de geschiedenis van Almere City. Ja, en dat daar verteld wordt in wat wij nu allemaal doen. Weet je, project 4501, Ali de Aap, de gekke stadionspeaker, James F. Mofides. Ja, weet je, dat lijkt me echt uniek om dat te kunnen verzorgen hier in de regio. Ja, want je geeft zelf aan van ik heb een beetje dat Amerikaanse wellicht nog in me zitten. Je zoekt soms het randje op. Hoe merk je dat op kantoor, Tim? Oh god. Nou, ik kan wel heel eerlijk toegeven dat de eerste paar maanden dat Perry bij ons op kantoor was, dat ik af en toe wel eens zoiets had van joh, wat heeft John nou weer binnengehaald? Met wat voor een... wat voor gek hebben we te maken hier. Maar ik moet wel zeggen dat ik hem in de loop van de afgelopen jaren wel steeds meer ben gaan waarderen. En ook heb ingezien in wat hij neerzet. Onder andere met Ali de Aap. Maar nu ook weer met deze campagne. Dat het echt een toegevoegde waarde is voor ons kantoorteam. Om het zo even te noemen. Maar ook de club aan zich. Ik bedoel, volgens mij zijn wij sinds de komst van Perry nog nooit zo vaak in de landelijke media terechtgekomen. Op een positieve manier. Dus ik had in het begin zo mijn bedenkingen. Het wordt een beetje... Geef ik heel eerlijk toe. Ik dacht van, joh, wat moet die gekke Brabander hier? Als niet iemand van boven de rivieren kunnen verzinnen. Maar ik moet echt zeggen dat in de loop van de jaren...
ik hem steeds meer ben gaan waarderen en ook gewoon zie dat hij goed werk aflevert. En dat hij de club goed op de kaart zet. En ik denk dat we er nog lang niet zijn en dat hij er ook nog lang niet is met Almere City. Eens. Dus dat we ongetwijfeld nog veel gekke dingen van hem gaan meemaken. Nou, die gekke Brabander zorgt in ieder geval voor voldoende reuring. Als ik dan naar jou kijk, Per, wat is nou volgens jou het geheim achter een succesvolle bijvoorbeeld seizoenkaartcampagne? Ja, weet je, je hebt twee stromingen. Heel veel marketeers doen het aan de hand van data. En heel veel marketeers doen het aan de hand van oprechte emotie. En ik denk dat ik het een beetje van beide heb. Ik neig meer naar emotie dan naar data. Ik denk dat als je data hebt en je weet heel veel van mensen, maar je weet ze niet aan te spreken, weet je, dan komt de boodschap niet aan. Dus ik probeer altijd een beetje een underdog positie te creëren, waarbij je opkijkt tegen de volgende stap die je als club moet maken. En zeker bij NAC, richting bijvoorbeeld Willem II en de Eredivisie. Maar ook bij Utrecht, die natuurlijk bijvoorbeeld met Ajax, het grote broertje, het kleine broertje. Dat soort campagnes, ja, dat doet het altijd heel goed. Dat zijn de campagnes die het meeste opheffen veroorzaken. Dus heel erg voelen van ook wat leeft er onder supporters. Ja, zeker. En je moet goed kunnen uitnutten wat de supporters vinden van hun stad. Ja. Weet je, een supporter in Breda, daar hoef je niet mee aan te komen met een mascotte. Terwijl een supporter bij Utrecht, ja, daar hoef je niet met Amsterdamse gimmicks te komen, want dat werkt gewoon niet. Weet je, dus je moet voor elke club waar je dan voor werkt, en moet ik wel zeggen, ik hoop wel dat dit uiteindelijk mijn laatste club is, want ik wil ook niet een clubhopper zijn. Weet je, je moet precies proberen mensen in het hart te raken. En ja, dat is me tot nu toe goed gelukt. Maar goed, dat heeft ook een beetje te maken met die Amerikaanse invloeden. Ja. Want juist die Amerikanen zijn heel erg van emotie en mensen betrekken en zorgen dat je als club een soort brand world bouwt. Waar mensen zich mee kunnen identificeren. Ja, en Amerikaanse sporten zijn natuurlijk mascottes wel vaak heel populair. En daarmee is dan een mooi bruggetje gemaakt. Want bij jouw komst deed ook Ali de Aap zijn intrede. Ja, dan moet ik eerlijk zeggen dat ik Ali de Aap niet verzonnen heb. Heel veel mensen denken dat, maar op kantoor zat Nina op marketing. En die koos ervoor dat het een aap moest worden met de naam Ali. Daar ben ik er tot op de dag van vandaag wel dankbaar voor. Omdat ik toen ik dat eenmaal wist, dacht ik ook van nou, dat moet dan een mascotte zijn die anders is dan de andere mascottes. En zo hebben we eigenlijk het verhaal gecreëerd van Ali als zijnde een jongere in Almere die gekke avonturen meemaakt. En iemand die overdag heel vriendelijk is en kindvriendelijk, maar 's avonds ook wel een beetje volslagen met chokken. Lijkt je Jambers wel? Nou ja, die vergelijking heb ik vaker gehoord. En ook dat, weet je, dat hele concept rond die mascotte. Twee voorbeelden die ik gebruikt heb uit Amerika. Casey Wolf van de Kansas City Chiefs. En Jax DeVille van Jacksonville Jaguars. Nou, als je daar op YouTube naar zoekt, dan zie je ook meteen waar Ali zijn identiteit aan ontleent. Want die doen echt de meest rare capriolen. Heeft hij de komende tijd nog veel gekke stunts in petto? Ja, het is een beetje in coronatijd natuurlijk ook voor hem misschien aan huis gekluisterd zitten. Maar. Ja, een beetje de zeven stappen van rouw. Hè? Hij heeft de coronatijd meegemaakt. Hij heeft in zijn eenzaamheid nog een tijdje in het quarantainehuis gezeten met de andere mascottes. Ja. Dan mocht hij gelukkig na 2 weken mocht hij dan weg. Maar ja, hij is natuurlijk wel bezig met volgend seizoen. Alleen hij merkt ook wel dat het nu even moeilijk is om zijn publieke spotlights te krijgen. Kan hij nog wel een beetje in toom houden? Of? Ja, zeker. Denk het wel. Ja, zeker. Ik zag alleen dat hij vorige week op internet begon over zijn contract, wat nog niet verlengd was. Nee, dus dat, daar wil ik het zo ook nog even met jou over hebben. Maar hij heeft natuurlijk in de afgelopen jaren voor heel wat opschudding gezorgd in Almere. En ook ver daarbuiten overigens. En we hebben wat van die highlights van Ali de Aap op een rijtje gezet in een leuk compilatiefilmpje. En daar gaan we nu even naar kijken.
Ja, dat waren wat hoogtepunten van Ali de Aap. En Perry, jij gaf het net al aan. Hij is op social media best wel actief. En dan hoor ik hem steeds klagen over dat hij nog steeds geen contractverlenging heeft. Hoe zit dat nou eigenlijk? Ja, ik was er verrast door dat hij dat zomaar op internet flikkerde. Ook de reacties. Want we zagen eigenlijk aan alle reacties dat mensen vonden dat Ali, of Almere City zonder Ali, dat dat geen professioneel voetbal is. Dus we hebben eigenlijk, het is jammer dat hij hier niet is, maar eigenlijk besloten om hem een contract voor onbepaalde tijd te geven. We hebben toch nog een scoop ook in deze uitzending. Zeker, ja. Hartstikke mooi. Dat lijkt me een mooi punt om Ali mee af te sluiten. En dan gaan we wel verder met onze volgende gast. Ik kondigde hem in de intro al aan als de stem van het Janmar Stadion. Is dat een bijnaam die een beetje passend is in jouw ogen, Tim? Of dat de stem van het Janmar Stadion moet zijn, dat weet ik niet. Maar op zich vind ik het wel heel erg leuk om te doen. Iedere twee weken op vrijdagavond tijdens de competitie. Naast mijn werkzaamheden als commercieel medewerker gewoon op kantoor door de week, dat doe ik gewoon 40 uur per week, is het wel een hele leuke toevoeging aan mijn baan bij Almere City FC, dat ik ook als stadionspeaker mag fungeren bij de wedstrijden. Ja. Kan je me er even ingooien, gewoon met nummer 9 Thomas Veit? Ik moet je zeggen, die vraag die krijg ik heel erg vaak, maar ik ga hem gewoon bewaren voor als de supporters weer volle bak bij ons in het stadion aanwezig mogen zijn en de Thomas Verheid hun recht inlegt in het netje, in het vernieuwde Janmar Stadion. Dan ga ik weer lekker schreeuwen, maar voor hier om dat nu aan de tafel te doen, Dan hebben ze nog wat in het vooruitzicht. Dan hebben ze nog wat er in het vooruitzicht en ik ga over een maand samenwonen met mijn vriendin en zij kijkt ook als het goed is, dus laten we dat voor nu maar eventjes niet doen. En nu je haar noemt, ik vraag me eigenlijk wel af, sta jij thuis nou wel eens voor die spiegel en dan gewoon te oefenen? Ik ben heel erg bang als ik dat doe, dat ze met een dwangbuis langskomen en me naar de Pieterbaan toe sturen. Dus dat doe ik niet. Het is echt alleen op vrijdagavond, eens in de twee weken als de competitie is, dan ga ik los, twee uur lang. En verder ben ik eigenlijk denk ik gewoon een vrij rustige jongen. Over Jambers gesproken, dan ga ik los en verder hou ik me redelijk op de vlakte. En jouw vriendin is natuurlijk ook af en toe wel eens te gast bij de wedstrijden. Ja. Wat zegt die nou wel eens na afloop als je weer eens helemaal uit je plaat bent gegaan om een doelpunt? Het is wel grappig, het viel haar de eerste keer niet eens op toen ze bij Almere City was. Ze was toen samen met een vriendin en haar vader was ze bij de wedstrijd. Volgens mij was dat Almere City NEC. En haar vriendin, er was een doelpunt gescoord en haar vriendin die tikt haar aan en die zegt, dat is Tim. Ze zegt nee. Ze zegt ja. Ze had dus niet door dat ik dat was. Heb je dat nooit verteld thuis? Ik had het wel gezegd. Alleen zij... het viel haar denk ik niet op dat ik door de speakers klonk. Ja. Hoe is dat zo ontstaan? Tim als stadionspeaker bij Almere City. Het is een best bijzonder verhaal. Het is niet heel spectaculair. Ik ben natuurlijk als stagiair begonnen bij Almere City FC in seizoen 2016-2017. En John Best, die was toen net begonnen als algemeen directeur op 1 juli van 2016. En die vroeg aan mij in de tweede week van mijn stage van joh, wij zoeken eigenlijk nog een stadionspeaker voor Jong Almere City FC. Die zou dat jaar voor het eerst beginnen de derde divisie op zaterdagmiddag, half drie voetballen. Zou je dat niet leuk vinden om daar stadionspeaker te zijn? Ja, en als tweede week stagiair ga je niet zeggen, nee John, ga de pot op. Dus ik ben toen in het hokje gaan zitten en het zweet gutste langs mijn lijf, weet ik nog, de eerste keer dat ik dat deed. Ik vond het ontzettend spannend, maar sindsdien ben ik er eigenlijk een beetje op die manier ingerold. En toen deed ik eerst eigenlijk alleen de zaterdagmiddagen. En op het moment dat er een vervanger nodig was bij de eerste elftallen, of bij het eerste elftal op vrijdagavond, dan deed ik dat ook. En eigenlijk vanaf seizoen 2018-2019 doe ik het eigenlijk gewoon vast. Iedere vrijdagavond twee wekelijks in het Janmar Stadion. Is dat nu wel echt leuk ook om te doen? Ik heb er nu geen moeite meer mee om het zo te zeggen, om achter de microfoon te kruipen zoals dat ik dat de eerste paar keer had. Toen was ik wel echt zenuwachtig, terwijl met alle respect zaten er natuurlijk veel minder mensen bij Jong Almere City FC dan bij het eerste elftal van Almere City. Maar het voelt me voor mij nu eigenlijk gewoon als een warm bad als ik het speakerhokje binnenloop en daar gewoon lekker mijn ding kan doen. En ik heb er nu geen moeite meer mee, zeg maar. Nee. Je gaf zelf al aan, je doet natuurlijk ook heel veel andere dingen daarnaast op kantoor. Kan je een klein beetje uitleggen, wat is jouw functie daarnaast nog meer? Nou, ik ben ook commercieel medewerker bij Almere City FC. Dus samen met mijn collega Wouter Griekspoor bestieren wij de commerciële afdeling van de club.
En dat betreft bij mij voornamelijk de achterkant. Wouter doet voornamelijk de voorkant. Om het zo even plastisch uit te leggen. En we zorgen ervoor dat onze businessclubleden het aan niks ontbreekt. Dat er voldoende aanwas is van nieuwe businessclubleden. En mochten ze een extra kaartje willen hebben, een diner willen reserveren, et cetera, dan kunnen ze altijd bij mij daarvoor terecht. Dus dat is eigenlijk wat ik door de week doe op de club. En dan op vrijdagavond eens in de twee weken in het speakerhokje. En de laatste tijd heel veel bezig geweest met de mailings over het project Dit Kan Wel in Almere. Ja, toen de coronacrisis uitbrak, toen hebben John, Wouter en ik eigenlijk de koppen bij elkaar gestoken. En zijn we eigenlijk gelijk tot het idee gekomen om niet te veel op te blijven hangen op wat er op dit moment allemaal niet kan. Door de coronacrisis, alle maatregelen die zijn getroffen, dat je geen festivals meer mag, we mogen niet meer naar voetbalwedstrijden toe. Maar laten we dat nou juist dus omdraaien en acyclisch gaan werken en gewoon gaan benoemen en zeggen wat er allemaal wel kan en wat er wel succesvol is en wat wel leuk is. Dus daar zijn we begonnen met dagelijkse nieuwsbrieven. Die we hebben uitgestuurd naar onze partners, onze businesspartners. En daar hebben we in ieder geval benoemd iedere keer welke businessclubleden verlengen voor volgend seizoen. Want dat is eigenlijk ook wel iets heel erg bijzonders. We horen bij heel veel collega-clubs dat zij eigenlijk aangeven van ja, heel veel van onze businesspartners, businessclubleden zitten in zwaar weer. We stappen er nu op dit moment maar niet op af, want misschien vinden ze dat brutaal of iets dergelijks. En wij zijn er eigenlijk juist op afgestapt. Maar eerst met de vraag van joh, kunnen we iets voor jullie betekenen? Waar zitten voor jullie op dit moment de pijnpunten? En heel natuurlijk komt het dan eigenlijk, en vaak zelfs ook vanuit die partners zelf, van joh, maak je geen zorgen, wij zijn er volgend seizoen gewoon weer bij. Want wij zien de meerwaarde in van de businessclub. We komen graag in de business lounge twee wekelijks op vrijdagavond. Dus wij twijfelen er niet aan om door te gaan. Dus dat was eigenlijk een onderdeel van de Dit Kan Wel in Almere. We hebben er een website voor gelanceerd. We hebben ook alle mooie initiatieven en successen op verzameld. Gewoon om Almere en Groot Flevoland zeg maar te laten zien van joh, dit kan wel op dit moment, in plaats van te blijven hangen in wat allemaal niet kan. Ja, mooie initiatief inderdaad. En ik denk ook goed omschreven dat je meer bent dan alleen die stadion. Spreek je voor dat mensen dat denken. Maar ik wil wel daar nog heel even naartoe terug. Want je gaat ook verhuizen. Ja de... uit in het gewone verhuizen om. Want dat ga inderdaad binnenkort ook verhuizen inderdaad. Ja. Naar een ander huis in Zeewolde. Samen met mijn vriendin. Maar in het stadion inderdaad vanaf volgend seizoen. Of vanaf aankomend seizoen ga ik ook verhuizen. Ik zat nu altijd. Als je voor het business terras staat. Zat ik aan de linkerzijde daarvan. En ik verhuis nu naar de middenlijn. Waar de camerapositie is. Dat is wat voor mij betreft wel beter. Er is een veel beter overzicht over het veld daar. Ik had nu wel eens met regen of met mist of met sneeuwval of iets dergelijks, dat ik wel heel erg moest sturen wat er aan de andere kant van het veld gebeurde. Dus wat dat betreft is het wel echt een verbetering. Ja. Nu is het zo dat Teun Jacobs heeft reeds twee nieuwe aanwinsten gepresenteerd. Ja. Thibaut Lescois en nu samen Boeja Klaven. Heb je alles zitten oefenen thuis? Zeker weten, zeker weten. En vergeet Ryan Koolwijk niet. Dat is een iets makkelijkere naam dan Thibaut en Oussama. Daarom noem ik ook die andere twee. Ja, dat kan ik me voorstellen. Dat kan ik me voorstellen. En ik heb toevallig vanmorgen nog met Teun gesproken over dat ik een voorliefde heb als stadionspeaker voor spelers die een klinker aan het einde van hun voornaam hebben en een klinker aan het einde van hun achternaam hebben. Dat je die extra lang kan doorzetten, zeg maar. Bijvoorbeeld, oudspeler van ons Eduardo Soleri. Dat was eigenlijk de perfecte naam voor een stadion. Nee. Die kan me niet verleiden vanavond. Helaas. Nee, die Eduardo Soleri, dat was de perfecte naam voor een stadionspeaker. En ik heb begrepen van Teun dat hij er eentje op de korrel heeft met een klinker aan het einde van zijn voornaam en een klinker aan het einde van zijn achternaam. Dus ik hoop dat hij die binnen kan halen. Dat zou weer genieten worden in het Jammer Stadion. Ongetwijfeld. Jullie horen het. We kunnen Tim niet verleiden om vandaag hier live in de uitzending nog eventjes te laten zien hoe dat stadionspeaker nou gaat. Maar we hebben wel unieke content die we dus ook volgend jaar gaan schieten. Echt voor de supporters nog van het afgelopen seizoen. Beelden volgens mij die nog niet eerder in het openbaar zijn vertoond. Maar we zien hoe Tim een doelpunt introduceert van de gast die hier zo meteen aan tafel zit overigens. Tim, kun jij ons wel even meenemen welke wedstrijd dit was? Weet je dat nog? Ik weet dat nog heel goed. Ik denk dat jij het filmpje gaat laten zien van de wedstrijd van oktober afgelopen jaar tegen FC Eindhoven, als ik mij niet vergis. Dat James F. Mofidis een goal scoort. De winnende. 88ste minuut. 88ste minuut inderdaad. Volgens mij scoorde Mees Kaandorp daarna ook nog heel diep in blessuretijd in die wedstrijd. Maar dat was de eerste wedstrijd ook van James überhaupt dat hij in het afgelopen seizoen speelde. Seizoen 19-20. Dus ja, die ontlading was groot. En ik denk dat dat ook te horen is in dat filmpje. Ja, ik denk dat we er ook verder geen woorden over aan vuil hoeven te maken. Laten we gewoon maar even gaan kijken.
Deze is lekker, hè. Ja, schitterende beelden van Tim als stadionspeaker. James, je hebt net meegekeken. Ja. Welkom ook aan tafel. Dank jullie wel. Hoe heb jij dit moment zelf op het veld beleefd? Kan je je dat herinneren? Ja, voor mij was dat wel... ik zeg het wel eens vaker, ook. Ik ben een jongen met veel emotie. Ik weet niet, blijf je iets ronddraaien met mijn stoel. Ik kan jullie van allebei zien. En dat was voor mij wel een emotioneel moment. Ik was heel lang geblesseerd geraakt. Ik had... ik vond het ook heel zuur. Uiteraard, een blessure is gewoon niet leuk. Maar ik had wat zwaarder periode meegemaakt met die blessure. Want ik bleef maar niet fit worden. En dan val je zo in. En dan score je. En dan dit. En ik vond het echt... voor mij is dat... Ja, dat zijn echt momenten waar je naar terugkijkt. En ik vind het echt ongelooflijk. Heb je dat op het veld ook heel duidelijk meegekregen? Dat hij zo liep? Maar de naam, familie in mijn auto, die heeft me uiteraard helemaal uitgelegd. Hoe is het om die beelden nu terug te zien? Ik vind het wel heel grappig. Was dit jouw beste ooit, Tim? Of, Ja, dat denk ik wel. Dat denk ik wel. Maar wat James ook al aangaf inderdaad. Ik bedoel, hij speelde toen pas eind oktober zijn eerste wedstrijd van afgelopen seizoen voor Almere City FC. Hele slepende blessure. En ik denk dat hij ook op een gegeven moment wel redelijk gek van mij werd. Ik bedoel, we zien elkaar natuurlijk vaak op de club. Ik zeg, James, wanneer ga je weer ballen? Wanneer gaat het weer gebeuren, weet je wel? En hij, bijna jongen, ik ben er bijna. En telkens, het vlotte niet op de een of andere manier. Dus ik denk, zowel voor hem, maar ook voor mij en zoals de supporters, dat James er weer stond. Zijn eerste minuten maakte. Volgens mij stond jij koud nog geen 10 minuten op het veld. En legde je de eerste bal erin. Het was de winnende. Het was alles bij elkaar. Dan krijg je zo'n reactie. Ja. James heeft voor veel mooie momentjes gezorgd. En ik kan me zelfs herinneren dat jij op het veld volgens mij ook niet meegekregen. Maar dat jij een keer de Sirtaki als scoringstune voor James hebt gedaan. Ja, één keertje heb ik die ingezet. Ja, één keertje. Ja, dat ik op dat moment had ik dat ook niet gehoord. Nu zijn er wel volgens mij nieuwe speakers in het stadion. Ja. Nu als volgend jaar weer een Griekse speler is, dan krijg je dat te horen, maar... Als je maar niet waagt om in het Janmaar Stadion tegen ons te scoren. Maar dan kun je hem ook gaan krijgen. Nee, maar dan kun je hem ook gaan krijgen natuurlijk. Nou, dan werkt hij andersom. Dat is natuurlijk ook heel jammer. James heeft mij gedurende dit seizoen beloofd. Nou joh, als ik nog een keertje ga scoren, dan zeg jij mag maar tegen Tim dat hij nog een keer die Sirtaki erin gooit. Dan ga ik er wel op dansen. Maar dat gaat er door die coronacrisis nu niet meer van komen, James. Nee, jammer genoeg niet. Want je zit hier natuurlijk aan tafel omdat je afgelopen week bekend hebt gemaakt dat je niet ingaat op de contractverlenging die de club je hebt aangeboden. Ja, ik zou zeggen, leg uit wat voor jou de keuze heeft. Het is eigenlijk heel simpel. Ik denk dat niet alleen als persoon, maar vooral ook als voetballer, is het belangrijk om een nieuwe challenge aan te gaan. En als je al 3 jaar bij een club zit, ik wil niet zeggen dat je dan gaat stagneren in je ontwikkeling, maar je moet gewoon manieren vinden om jezelf te motiveren, om beter te worden. En dat hoort gewoon wel eens bij, dan niet doorgaan waar je bent. Want ik heb het enorm fijn bij Almere City, het is echt mijn club geworden. Ze hebben me alles gegund en gegeven om er nu voor te zorgen dat ik een nieuwe challenge aan kan gaan. Maar ja, je moet een keertje een andere stap maken om verder te komen, om te ontwikkelen en om nieuwe dingen te zien. Dus dat eigenlijk. Die stap is je denk ik ook van harte gegund. Dat denk ik dat de meeste mensen het over eens zullen zijn. Is er eigenlijk al een club waar je mee akkoord bent? Of spelen er wel zaken? Nee, er is geen club waar ik nu nog mee akkoord ben. Ik weet niet wanneer jullie dit gaan uitzenden, anders is het best wel gek. Dit wordt één dag later uitgezonden en dat wordt opgenomen. Nee, vanavond ga ik niet tekenen ergens. Maar er is links-rechts wel genoeg interesse, dus dat is ook wel heel positief. Terwijl ik redelijk weinig heb gespeeld dit seizoen, maar toch een positieve indruk heb achtergelaten. Ik ben nu vooral ook heel erg benieuwd van hoe jij terugkijkt op de afgelopen 3 jaar Almere City. Ja, geweldig. Ik ben binnengekomen eigenlijk bij Jong. Ja. En zonder... Ik kende best wel veel spelers bij het eerste. Maar ik wilde niet bij het eerste beginnen. En dat klinkt heel gek, want je komt als talent van Ajax en AZ. Waar ik beide clubs, laat ik zeggen, mislukt ben door mijn eigen...
mijn eigen instelling, et cetera, et cetera. En ik dacht, ik begin gewoon bij Jong en ik ga gewoon wel lekker voetballen. Was het nou wel meteen met een contract of was dat eerst echt zelfs een beetje testperiode? Contract, ja, hè? Zonder contract, gewoon spelen bij Jong. Ja. En het was om heel eerlijk te zijn, was het wel keihard, want ik kwam toen van de Griekse Eredivisie, zeg maar. En ja, dat was gewoon een leuke ervaring, maar niet om mezelf te ontwikkelen, zeg maar. En toen kwam ik bij Almere City en moest ik beginnen op dat kunstgrasveld daarachter. Nou, letterlijk, ik denk 3 weken, ik heb nog steeds lasten van mijn knieën van dat kunstgras. Ja. Gewoon die amateurs daar. En ik bedoel die amateurs daar van het amateurveld. Van die, ja, ja. Niet. Dus ik dacht bij mezelf, wow, dit is wel even... Weet je, op de realiteit gedrukt check, van, ja. Ik ben gewoon nu bij Jong Almere City, volgens mij 22 of 21 jaar. Ja. En jongens die om me heen dan naar kijken van, hoezo ben je eigenlijk hier? En dat was wel erg moeilijk, want toen gingen we dus oefenwedstrijden spelen met ik weet niet welk niveau. En ik was al niet fit, maar dat ging al makkelijk genoeg. Dus toen zeiden ze van, hey, je moet wel stappen gaan maken. Nou ja, dan ga je door, krijg je contract, hersenschudding. Ja. Dus dan kan je helemaal niet meer voetballen. Nou, en toen begon ik onder Santoni gewoon te vlammen. En dat zit eigenlijk. Ja, nou, ik kan mij nog wel herinneren. In de tijd dat jij inderdaad bij Jong dat eerste jaar voornamelijk speelde. Ja. Wij hadden een jongen die bij ons stage liep, Mark de Bra. En die keek destijds bijna alle wedstrijden van Jong. Of in ieder geval veel. En die zei altijd, jongens, jullie moeten echt die James F. Morfides in de gaten houden. Want die stap naar het eerste wel snel maken. Ik was op zaterdagmiddag inderdaad ook altijd bij natuurlijk. Ja. Bij die wedstrijden van Jong. En dus was toen nog in de derde divisie volgens mij. Ja. Als ik me niet vergis. Ja, 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 daar, ja. Daar stak jij met kop en schouders, hoewel je qua formaat niet zo groot bent. Maar stak jij met kop en schouders bovenuit. Het was niet normaal. Ik denk dat die linksbacks en rechtsbacks van die derde divisieclubs af en toe nog s'nachts wakker schrikken, banend in het zweet, als ze jou weer langs zien flitsen. Dat was niet normaal. Dus inderdaad, toen zagen, en ik denk ook de supporters, de vaste seizoenkaarthouders die op zaterdagmiddag erbij waren, dat die toen ook wel hadden gezien van, nou, als deze jongen gewoon zijn stappen blijft maken, dan kan dat best wel een toevoeging zijn aan het eerste elftal. Ja. En ik denk dat hij dat ook bewezen heeft. Ja, ik denk ook dat het belangrijk is voor alle voetballers die een beetje in het dip zitten. En daarvan ken ik ook jongens die bij Almere City daar doorheen zijn gaan. Of daar nu in zitten misschien. Of een nieuwe club moeten zitten. Door corona is het lastig. Je wil natuurlijk naar jezelf bewijzen dat je het kan. Ja. Dat was ook de reden waarom ik bij Jong was begonnen. Ik hoefde niet via een contract te regelen bij Almere. Of dat ik was begonnen bij het eerste, weet je, door te bellen van, hey, ken je me nog? Blablabla. Nee, gewoon beginnen. Ga gewoon. Heb er vertrouwen in. Doe het. En uiteraard, als je de kwaliteit hebt en je hebt de doorzettingsvermogen, dan gebeurt het. Ja. Ja. Als je die combinatie niet hebt of een van de twee wel, weet je, dan wordt het wat lastiger, maar je moet gewoon aan jezelf bewijzen wat je kan. Nou, uiteindelijk is dat bij jou goed gekomen, want je werd vorig jaar zelfs gekozen tot speler van het jaar. Ja, was dat voelde dat als een stukje waardering? Ja, dat was superleuk. Ik was ook topscorer met 9 goals, maar, ja. Maar dat vond ik wel leuk. Wat moet ik zeggen? Ja, het is gewoon een leuke prijs om te krijgen. Nou ja, het zegt wel veel over wat je zegt. Dat je vanuit Jong bent doorgestoten en dan wordt verkozen tot speler van het jaar. Over de ontwikkeling die je in die 2 jaar hebt doorgemaakt. Ja, het raakt ook even een beetje je ego, weet je. Dat je dan bij Jong Almere moet beginnen. Terwijl je een talentvolle jongen was bij de toekomst. Ja. Dat is wel anders. Dat je daar een contract tekent op je 17e. En dat je dan op je 21e bij Jong Almere zit. Maar ja, je gaat door gewoon bepaalde dingen in het leven. En daar leer je gewoon van. Maar het is gewoon belangrijk om gewoon door te blijven gaan. Als je het gevoel hebt dat dit is wat je leuk vindt. Ik had ook in een interview gezegd, vond ik voetbal maar niet leuk. Dat was zoveel makkelijker. Dan hoefde ik niet dit soort dingen te gaan, zeg maar. Dan kon ik gewoon zeggen van, weet je, ik stop gewoon lekker met voetbal. Ik ga gewoon studeren. En, ja, dan moet je gewoon goede cijfers staan. Dan kom je er wel. Ja, en ik denk ook dat Jong Almere City, dat James daar wel een van de, misschien het mooiste, of in ieder geval een van de mooiste voorbeelden van is. Die dat team, hè, ondanks dat ze daar geen rode cent krijgen, geen contracten hebben, maar dat ze wel gewoon die springplank gebruiken bij de club. En dat ze op die manier toch het betaald voetbal bereiken. En toch hun plekje in het betaald voetbal, in het eerste elftal dan bij de club, voor zichzelf krijgen. En zoals James, die gaat onwaarschijnlijk nu
nu een mooie stap maken. Vergis niet, hij stond 3 jaar geleden stond hij nog bijvoorbeeld bij VBSB op een achterafveldje op zaterdagavond 6 uur te voetballen. Ja. Weet je wel? En dat, misschien komt er nu een prachtige club voor hem. Ja, dat is, dat heeft ook wel echt de toegevoegde waarde van een jong team bij onze club, denk ik. Ja, en ik denk dat dat was heel veel jongens van heel veel profclubs waren opeens bij Jong Almere City gekomen. Daarom waren we ook gepromoveerd. En één daarvan vind ik Kenneth Anikora is een heel mooi voorbeeld. Die komt nu bij het eerste, zeg maar. Nou, gaat niet helemaal zoals hij zelf wilt, maar weet je, zo'n jongen is gewoon heel erg talentvol en die gaat het ook gewoon echt halen. Want die ook gewoon, weet je, Jong Almere City beginnen, vlammen bij het eerste, bla bla. En je moet ook een beetje geluk hebben met heel veel dingetjes, maar ja, dat is ook weer een voorbeeld van iemand die gewoon niet opgeeft en gewoon, gewoon gaat komen. Bouw je zelf nog van het afgelopen seizoen, waar je door blessures eigenlijk minder hebt kunnen spelen, waarschijnlijk dan je had gelukt? Sowieso. Maar ik ben er pas net achter gekomen dat ik echt een heftige scheefstand in mijn heup had. En daar ben ik net pas vanaf. En daar ben ik nu voor aan het trainen om daarvan te revalideren. Ja. Dus dat is gewoon jammer, maar het is hoe het is. Maar wat is uiteindelijk het overheersende gevoel bij jou na 3 jaar Almere City? Ja, geweldig. Ik ben super blij. Er is geen enkele reden voor mij om weg te gaan bij Almere. En ik krijg een beter contract. Ik kan veel meer verdienen dan wat ik verdiende. Mooi. Het is dicht bij mijn huis. Ik ken de spelers, ik ken de trainer. Het is een kleine maar hele warme club. We spelen op gras. Een nieuw stadion, een nieuwe gym, weet ik veel wat er allemaal in komt. Volgens mij kan Teun de papieren weer op gaan maken. Ja, maar je moet je als mens ook gewoon ontwikkelen. Je moet fresh air, weet je. Je moet ergens anders aan de slag gaan. Je moet kijken, je moet je grenzen gewoon verleggen. En dat is het gewoon. Dat neemt niet weg dat wij enorm genoten hebben de afgelopen jaren van jouw acties en doelpunten. We hebben even een korte compilatie gemaakt met wat doelpunten van James F. Morfidis in de afgelopen jaren. En daar gaan we nu even naar kijken. Opgevangen ineens door F. Morfidis. Zuid-Europese toestanden in Almere. Ja, het is een goede aanval. Stijn Meijer op F. Morfidis komt daar de 1-0 aan. Ja. Gebal van Loen op Hunten. Vrijgespeeld, houdt het overzicht. En daar is F. Morfidis. En hij zet Almere dan op voorsprong. Aan de andere kant is dit F. Morfidis. Die krijgt veel ruimte. Niemand die hem lastig valt. En dan zwammert die bal een beetje. Verkijkt Brandenhorst zich op die bal ook. En is het 1-0 voor Almere City. En F. Morfidis bij de tweede paal. Knikt hem binnen. De openingstreffer. En het is een fraaie ook. F. Morfidis, de Griek, maakt hem. Doet dat met een prachtige voetbeweging. En daar is diezelfde F. Morfidis met een geweldige vrije trap. En Almere City dus op voorsprong in de slotfase van de wedstrijd. En die komen hier niet. Ja, toch wel. F. Morfidis, de Griek. Ja, dat waren mooie beelden, denk ik, om te zien, James. Ja. Hoe voelt het? Ja, vooral die goal tegen Jong PSV thuis. Dat was echt leuk. Zon, het gras lag er top bij. We waren in een winning streak en dan scoor je die. En dat was gewoon, dat is echt een heel leuk moment, ja. Want ik wilde eigenlijk aan je vragen, wat was voor jou zelf eigenlijk het mooiste moment in de afgelopen 3 jaar? Maar die noem je dan misschien wel al. Ja, ik denk de series met Ole, het seizoen daarvoor, de 8-9 wedstrijden al verslagen. Of gewoon dat we bijna alles wonnen, dat was wel echt... gewoon je loopt gewoon met een bepaald vertrouwen het veld op. Als je thuis speelt, win je sowieso. Als je uitspeelt, moet je gewoon je best doen, even aanzetten. Je bent er al. En dat voelde voor mij wel echt hoe het is om in een topteam te spelen, zeg maar, op dat moment.
Ja, Ole, je bent ook aangeschoven inmiddels. Welkom aan tafel. Ja, James gaat de club verlaten. Als jij terugkijkt op de afgelopen jaren, hoe zou jij James als speler omschrijven? Ja, James is een speler die je heel graag wil zien voetballen. Daar komen de mensen naar het stadion voor. James is een speler die iets uit het niks kan creëren. Ik vind het heel, heel erg jammer dat die ons gaan verlaten. Maar ik snap ook James' keuze als hij de stap kan maken richting de Eredivisie. Hij gaf net zelf inderdaad aan, voordat jij hier aanschoof, van eigenlijk waren alle voorwaarden prima aanwezig om nog langer bij Almere te blijven. Maar ik had zelf gewoon het gevoel, na 3 jaar moet ik misschien een keer een andere prikkel, een andere uitdaging zoeken. Kan je dat begrijpen? Ja, nee. Want ik weet dat ik ook James nog verder had kunnen ontwikkelen. Maar aan de andere kant snap ik het. Krijg je de kans om in Eredivisie te kunnen spelen, dan moet je ook die kans pakken. Als je zelf het gevoel hebt dat je er klaar voor bent. Ja, ja, duidelijk. Ja, James, wat zijn voor jou zelf de ambities voor de komende jaren? Wat hoop jij te bereiken? De trainer zichzelf Eredivisie. Ja, als dat zou lukken, dan zou ik heel blij zijn. Daar is mijn zaak met hem druk mee bezig. En, een stap hogerop, ja, wat houdt het in? Dat kan in verschillende dingen gezien worden, een stap hogerop. Of gewoon een andere stap, gewoon een nieuwe challenge, maakt niet uit. Ik sta voor alles open. Ik neem het risico van dat ik wat langer moet wachten misschien om een nieuwe club te vinden. Maar ik neem het positief van dat ik transfervrij ben. En dat helpt helemaal nu tijdens corona. Want het gaat wat moeilijker voor heel veel clubs. Ja. Ik zal zien wat op mijn pad komt. Ja. We hebben bij Almere City op dit moment project 4501, de seizoenkaartcampagne van €45,01. Ga jij er een aanschaffen dat we jou ook af en toe nog gaan zien volgend jaar? Ik ga sowieso langskomen om Almere City te zien, 100%. dat is mooi om te horen. Want het is voor jou nog gek eigenlijk, nu afscheid nemen in coronatijd? Best wel. Vrijdag volgens mij hebben we om 12:00 zo'n officiële afscheid. En dan kom ik ook. En dan, ik ben heel blij iedereen te zien. Ik bedoel, je werkt met je trainer, met de assistent, met de medespelers gewoon elke dag. Ja. Gewoon elke dag zie je die mensen. En dat is ook soms heel intensief. Hè? Soms iets te. Maar dan ben je toch uiteindelijk heel erg blij dat je dat soort mensen weer even kan zien. Waarmee je elke dag werkt. En dat je dan elkaar dan nu misschien niet even een knuffel kan geven. Maar ja, toch weer... toch gewoon een fijne vakantie wil wensen. En dat je elkaar snel weer ziet. Dat is toch wel heel belangrijk. Ik geef straks aan het einde van de uitzending het laatste woord aan jou. Maar ik wil eerst eventjes schakelen naar Ole. Want jij bent inmiddels ook dus aangeschoven. Ja, we hebben het er al over. Het is coronatijd. Je werkt, de ploeg is inmiddels weer aan het trainen. Maar hoe moet ik het eigenlijk voor me zien van in welke fase jullie nu zitten? Is dit afsluitingsseizoen? Zie je het al als een soort voorbereiding op het nieuwe seizoen? Nou, je probeert natuurlijk wel de jongens voor te bereiden. Conditioneel gezien. Dat ze wel de belasting straks weer aankunnen. Ze hebben... X aantal weken thuis moeten trainen. Dat vraagt ook heel veel zelfdiscipline. En dat is ook heel saai als je dat zo lang moet doen. Dus ik ben al lang blij dat we nu 3,5 weken samen hebben kunnen trainen. We hebben nog 2 trainingen te gaan voordat we op zomervakantie gaan. Dat is donderdag en vrijdag. En dan beginnen we weer begin juli. Ja, want hoe heb jij de afgelopen weken als trainer beleefd? Want er mag dan weliswaar weer getraind worden, maar ja, geen fysieke duels en dergelijke. Dat moet gek zijn in het voetbal. Ja, dat is zeker gek. En daar moet je natuurlijk op inspelen. Maar aan de andere kant is het gewoon lekker dat je weer mag trainen. Ondanks dat je geen duel mag spelen. Maar gewoon, ja, wat James ook net zegt. Gewoon samen met je staf, samen met de spelers. En dat is gewoon het mooiste wat er is. Inmiddels, bijvoorbeeld in Duitsland, is de Bundesliga nu weer even wat. Eergisteravond was volgens mij nog Borussia tegen Bayern bijvoorbeeld. Klopt. Als je dat soort wedstrijden nu ziet, Ole, denk je dan van... Nou, ik had eigenlijk misschien ook wel gewild dat ze iets langer hadden gewacht hier... en dat we het seizoen nog hadden af kunnen maken. Of zeg je, nou, het is wel goed dat er snel een beslissing is genomen... en dat we nu echt naar dat nieuwe seizoen toe gaan? Nee, ik had graag het seizoen uitgespeeld. Want we begonnen goede reeks neer te zetten. En ik had alle vertrouwen dat we gewoon die play-offs zouden halen en daar ook gewoon een goede kans hadden om eventueel te promoveren. Dus ik vind het wel jammer dat de overheid zo snel
de competitie heeft afgelast. Ja, hoe stond jij erin, James? Had jij ook het gevoel dat er echt nog wat moois aan zat te komen, wellicht met die play-offs? Ja, dat sowieso. Alleen onzekerheid is gewoon moeilijk voor iedereen. Ja. Dus ik snap dat de beslissing is genomen of het nou goed is of niet. Ik snap dat de overheid zegt van ja, dit is het en klaar. Ja. En, voor sommige mensen is het, is het niet goed uitgepakt en voor sommigen wel. Ja. Maar onzekerheid is ook niet wat mensen willen. Het is nu lekker om weer bijvoorbeeld Duits voetbal te kunnen zien? Of vind je het maar niks met die lege stadions? Ja, het is wel apart kijken. Nu heb ik niet veel kunnen zien gisteren van Dortmund Bayern. Maar op Fox was er dan geluid bijgedaan. Ja. Dus dat mag toch anders. Ze worden feelingrijk. Dat was toch lekkerder dan dat je echt die lege stadion... Dat gewoon een lege, dat klopt, ja. Maar ja, je wil gewoon graag wedstrijden spelen. Je wil gewoon duel spelen. Je wil gewoon met je hele selectie kunnen trainen. En daar gaat het om. En het liefst natuurlijk wel met publiek. En zonder publiek haal je niet het maximaal uit jezelf. Nee. Ja, dat vraagt zo, het vraagt zo veel van jezelf. Dat zijn we misschien wel gewend van de eerste divisie. Waar je soms wel een vrij lege stadion speelt. Maar bij clubs als Dortmund en Bayern. Ja, die iedere week een volle stadion spelen. Ja, dan moet er even een knop om weer het maximaal uit jezelf te kunnen halen. Nou, ik had het er van de week ook over met Damon en volgens mij Radinho. Maar in ieder geval, die gaven ook aan van het... tuurlijk, er moet motivatie uit jezelf komen. Maar minder fans die er in de keukenkampioen-divisie op de tribune zitten... zorgt toch nog wel voor een dusdanige sfeer dat je extra gas geeft. Nee, maar... Herken je dat, Jim? Ja, natuurlijk. Ja. Klopt. Ja, want nu zit natuurlijk in de gekke situatie dat je eigenlijk net weer 3 weken aan het trainen bent en dan breekt de vakantie aan. Ja, vrijdag hebben we dan 4 weken samen getraind. En ja, we moeten natuurlijk ook die jongens rust geven. Aangezien anders wordt het een heel lang seizoen. Ja, ja. Nu verwachten we dat we 4 september onze eerste competitiewedstrijd kunnen spelen. Dat is ook nog niet zeker. Maar dan ga je wel zo een programma neerzetten dat ze niet al in september, oktober voetbal moet zijn. Nee, exact. Dus wij hebben nu zo ingericht met 4 weken trainen, 1 week rust. En dan weer 4 weken. En dan zijn we klaar om komend seizoen te knallen weer. Ja, daar wil ik zo meteen ook iets meer nog met jou op inzoomen. Maar over die vakantie bijvoorbeeld. Ga jij nog wat doen? Of wordt het thuis de tuin? Nou ja, alles is bijna thuis gedaan in de coronatijd. En die kleine moet ook naar school. Dus we kunnen niet echt weg. Maar ja, ik hoop wel op mooi weer in Nederland. Ja. Dat we dan ergens in de weekenden naar het strand kunnen. Of in een vakantiehuisje of zoiets. Maar ja, door de week moet onze zoon gewoon naar school. Ja. Dus dan moet hij nog volgens mij nog een maand. En vanaf maandag moet hij ook echt naar school. Niet alleen achter de laptop. Ja, precies. Dus we kunnen niet weg. En weer zit gelukkig nog mee. Dus daar hebben we nog niet over te klagen. Nee, laat me hopen van wel, ja. Ga jij bijvoorbeeld nog naar Denemarken of deze zomer niet? Er staat nog niet in het programma. Maar nee. Het kan zijn. Het kan ook zijn dat we misschien met een paar spelers gaan bekijken daar. Omdat de Deense competitie komende weekend weer gaat opstarten. Maar dat is nog even afwachten. Nou, daar ben ik eigenlijk ook wel benieuwd naar. Want die hebben we natuurlijk bij Almere nog niet echt gehad, Denen. Maar heb jij daar bijvoorbeeld wel je focus af en toe ook op? Nee, zeker. Ik krijg ook heel veel spelers aangeboden. Alleen de salarissen in Denemarken, die liggen een stuk hoger dan hier. Daar lopen we wel tegenaan soms. Maar... Ja, als ik een goede Deen kan vinden en als die beter is dan wat we hebben of wat we anders hebben kunnen scouten, ja, dan haal ik hem binnen. Maar is hij niet beter, dan pak ik natuurlijk iemand anders. En ik denk dat in zijn algemeenheid geldt bij transfers, hè? Dat als je een jongen echt wat verder uit het buitenland haalt, dan moet hij echt wel een stap beter zijn dan iemand uit Nederland die enigszins hetzelfde niveau haalt, denk ik. Hè? Ja, 100%. Ja. Ja. Dat is wel heel belangrijk. Het is geen avontuur. Het moet wel een avontuur worden, maar ja, het gaat uiteindelijk om kwaliteit halen. Ja. Een vraag die bij de supporters veel naar boven komt en die ook al in het online in de online ambassadeursavond naar boven kwam, dat was eigenlijk van op welke posities ben jij als trainer nou voornamelijk nog op zoek naar versterking in de hoop dat je dan volgend jaar echt mee kan gaan strijden om promotie. Kun je daar wat meer? Ja, we moeten nog een centrale verdediger hebben. We moeten twee middenvelders hebben. We moeten nog een buitenspeler hebben. En dan zijn we eigenlijk compleet. Ik ben een pleiter Agiel.
Tomaat die weer fit is. Dus hij sluit weer volledig aan naar de zomerstop. Dus we hebben ook onze keepers vaststaan. De rechtsbackpositie is goed ingevuld. Linksback is goed ingevuld. Dus die positie wat ik net noemde, dat is waar we nu flink aan de scouten zijn. Ja. Dan is de insteek vooral om iedere positie gewoon dubbel bezet te hebben. Nee, dat sowieso, ja. Ja, ja. Ja, ook nu dat we afscheid nemen met Ruud, dan hebben we al onze twee spitsen. Ruud was eigenlijk de derde spits, maar we hebben wel voor gekozen nu om afscheid te nemen van Ruud. Want hoe is dat eigenlijk als, stel, dit doet zich nu op de transfermarkt een buitenkantje voor, maar die is voor de spitspositie. Is het dan ook zo dat je dan eerder denkt van, daar hebben we al twee jongens, die laten we eerder lopen, dat je toch meer focust op de posities waar je echt nog versterking wil? Nou, als ik Huntelaar binnen kan halen op de laatste dag, dan zeg je niet nee, hoor. Nee, dat snap ik niet. Dat zou ook een mooie zijn, ja. Ja, zeker. Ja. Nee, maar hoe is die stand van zaken eigenlijk? Zijn jullie steun daar al druk mee bezig? Of ja, nee, juist een beetje op eventuele buitenkantjes in deze coronatijd? Ja, en dat is hem. Dit is natuurlijk een hele aparte tijd, ook qua transfers. Dus moet je wachten, lang wachten, om te hopen dat een paar spelers geen contract krijgen in de Eredivisie? Of moet je nu al alle je posities gaan vastleggen? Ja. Aan de ene kant, als de juiste spelers komen waar ik 100% achter sta, ja, dan ga ik ze ook gelijk vastleggen. Maar heb ik een twijfelmoment, ja, dan wil ik ook wel wachten op een paar posities, ja. Ja, duidelijk verhaal inderdaad. Nou ja, we zeiden het net al, zometeen breekt de vakantie aan. Maar kan jij ons al een beetje meenemen in hoe het schema eruit gaat zien richting het nieuwe seizoen? Dat wat dus hopelijk begin september van start kan gaan. Ja, dus we beginnen met twee testdagen, 2 en 3 juli. Dan worden die jongens getest. Er zijn sprongtesten, er zijn sprinttesten. Ja, zulke dingen eigenlijk. En dan beginnen we met de hele groep maandag 6 juli. Ja, dan trainen we dus 4 weken. En hopelijk mogen we dan ook wat oefenwedstrijden spelen dan. Ja. En dan krijgen we een week vrij begin augustus. En dan krijgen we weer 4 weken. En dan zijn we topfit voor de eerste competitiewedstrijd. Ik kan me voorstellen dat het zeker als trainer wel frustrerend is dat het nog steeds onduidelijk is wanneer je wellicht weer een oefenwedstrijd mag gaan spelen bijvoorbeeld. Ja, maar je probeert gewoon te plannen. Ons hele oefenprogramma staat bijna vast nu. Ja, je moet gewoon goed voorbereid zijn. En dat is goed gelukkig. En ja, we hebben niks in eigen hand. En dat maakt het natuurlijk moeilijk. Maar ja, je moet gewoon overal op voorbereid zijn. Ja, duidelijk verhaal. Is het nu zo ook echt omdat je echt na 1 september toeleeft? Want het klinkt nog zo ver weg. Ja, nog 3 maanden. Dat klinkt heel gek. Ja, maar dan heb je gewoon een half jaar niet gevoetbald. Nee. Of in ieder geval geen wedstrijden gespeeld. Ja, ik verheug me heel erg. En ik hoop dat we gewoon vanaf september weer met publiek mag spelen. Dat maakt gewoon de sfeer heel anders. Maar ja. Als we maar weer kunnen voetballen, onze wedstrijd kunnen spelen, dat is wel het allerbelangrijkste. Ja. Als je bedenkt dat de coronacrisis nu volgens mij, als je door gaat rekenen naar september, dat we nog niet eens halverwege zijn. Dan klopt. Is het voor de voetballiefhebber in deze tijd wel zwaar. Nu ook al het EK en zo natuurlijk ook al allemaal van de baan is. Ja, nee, mijn vrouw is heel blij. Dat is geen goed beeld op tv. Maar ja, gelukkig kunnen we nu een beetje Bundesliga kijken. En nu begint de Deense competitie ook. Dan ben ik benieuwd of ze in Engeland doorgaan, in Spanje en Italië. Maar ja, het is wel fijn dat je wel weer live wedstrijden kan zien. Nu dat we zelf niet kunnen spelen. Hoe is dat bij jou, James? Zit je veel voor de tv of heb je zoiets? Ik vind het wel even prima, even een periode van de voetbal. Nou, ik vind het wel even prima zonder voetbal, om heel eerlijk te zijn. Ja, heb je het nog tijd gehad voor dingen waar je anders niet naartoe komt? Je brengt tijd door met familie, vrienden. Ik zit nu weer lekker boeken te lezen. Hè, waar je normaal ben, je zit in zo'n ritme van het normale leven. En haast, en je moet dit en je moet dat en verwachten van zus en zo. En ja, je kan even je mobiel wegleggen en je kan gewoon even rustig aan doen. Maar het heeft ook nog wel een voordeeltje om even een beetje tot jezelf te komen. Je spreekt uit luxe. Je spreekt uit voetballer zijn en je salaris krijgen einde van de maand. En een beetje fit blijven. Terwijl andere mensen hebben het ongelooflijk moeilijk door corona. Dus dat is natuurlijk ook iets waar je rekening mee moet houden. Ja. Maar
kijken naar mij en naar misschien een voetballer in deze situatie. Kan je even spreken van even wat rust? En, maar ja, vanaf september ja, moet je opladen, want dan is er ook echt geen vrij meer. Dan moet je ook gewoon volgens mij misschien wel 10 maanden gewoon knallen. Ja. En dus ik zou zeggen, ja, we genieten er nu heel even van ja. Even de rust, even opladen, want straks wordt het ook weer 100% gaan. Ja, die kans bestaat wel, hè, Ole, dat een kort seizoen, of wel een normaal seizoen, maar in een korte tijdsbestek door het EK dat nu naar 2021 is. Ja, we moeten iets eerder stoppen, dat klopt, ja. Dus de vraag is of we wel of niet door gaan voetballen met kerst bijvoorbeeld. Ja. Maar het is met name de Eredivisie, die hebben natuurlijk ook sommige clubs Europees voetbal. Er komen weer interland wedstrijden, dus ik ben benieuwd hoe ze het daar gaan doen. Ja. Maar ja, bij ons wordt het gewoon eigenlijk een normaal programma. Alleen het kan zijn dat we met kerst gaan voetballen. Voetballen, ja, precies. Ja. Probeer jij nog deze zomer naar Griekenland te gaan, James? Of wordt het ook een zomer in Nederland? Ja, mijn familie woont daar, dus ik hoop dat ik daar wel even naartoe kan gaan. Ja. Nou, ik wil jullie in ieder geval hartelijk danken voor je komst. Het laatste woord wil ik aan jou geven, James. Want je hebt natuurlijk nu niet op het veld afscheid kunnen nemen van de supporters. Ik kan me voorstellen dat je nog wel wat wil zeggen. En dan nu jou de gelegenheid daarvoor om dat te doen. Had je eigenlijk eerder moeten zeggen, kon ik wat even wat bedenken of wat voorbereiden nemen. Dit komt gewoon vanuit mijn hart. Beste supporters van Almere City, bedankt voor de afgelopen 3 jaar. Wat moet ik zeggen? Leuke berichtjes op Instagram altijd krijgen na de wedstrijd, een fotootje, positief zijn. Hey, je hebt dit goed gedaan, blijf zo doorgaan. En als het niet zo goed gaat, ook gewoon eerlijk zijn en keihard zijn. En gewoon zeggen, hey, als buitenspeler moet je ook mee verdedigen en niet alleen maar voorin de ballen wachten. Maar nee, heel positief heb ik het allemaal ervaren. Laat ik het samenvatten als een kleine, maar hele warme club waar ik deel van ben geweest 3 jaar uit mijn leven. En dat vind ik toch wel bijzonder. Je gaf het net al aan, we gaan je nog terugzien op de tribunes en in het stadion. Hè? 100% zeker, ja. Dankjewel. Mannen, ik wil jullie hartelijk danken voor jullie komst. Dit was het Online Supporters Café voor deze week. Tezamen met de selectie gaan we ook met dit programma even een zomerbreak in. We gaan in principe vanaf nu 1 keer per maand het Online Supporters Café uitzenden op de laatste donderdag van de maand. Dat betekent dat we er weer zijn op donderdag 25 juni. Voor zover dat kan wens ik jullie een hele fijne vakantie. Bedankt voor het kijken en dit was hem voor nu. Hoi. Wat vond je ervan? Top uitzending volgens mij. Weer voldoende informatie, leuke informatie naar de supporters kunnen communiceren. Dus geslaagd, lijkt mij. Waarom blaar je nou niet even in die camera? Ja, ik kan niet zomaar op een donderdagavond ergens in een kantoor in Almere keihard Thomas Verheid gaan lopen blaren. Dat vind ik, dat slaat kant nog wel. Ik vind het zonde. Net zoals trouwens dat ik het zonde vond dat Ali hier niet was om zijn contract te kopen. Absoluut, vond ik, dat zul je hem hebben. Hij heeft de taxi gepakt. Ali, welkom. Heb jij zin om je nieuwe contract te tekenen? Want wij willen jou graag voor onbepaalde tijd bij de club. Ja, dat is feest, Ali. Dat is een stuk enthousiast. Dat is enthousiast. Heel goed. Nou, laten we dat meteen doen, jongens. Hier. Hartstikke mooi. Het zijn 4 vellen. 3 om te tekenen. Alsjeblieft, jongen. Hashtag Ali 2030. En als 1. Dat kan hij niet zelf, hè, die blaadjes omslaan. Hij kan veel, maar dat... Dat kan weer niet. Het is toch mooi dat je hem voor de club hebt kunnen behouden, Pe? Ja, en we hadden ook veel concurrentie, hè? Want op de transfermarkt was je populair, maar je hebt voor Ali gekozen. Barcelona zelfs, hè, hoorde je. Kijk. Je bent erbij, Ali. Gefeliciteerd, jongen. Goeie, man. Ik had eigenlijk een Ali Pil heel moeten doen. Het is niet anders.